De schildklier is een vlindervormige klier in de hals net onder de adamsappel. Hij bestaat uit twee kwabben die zich bevinden aan beide kanten van de luchtpijp. Ondanks zijn kleine afmetingen heeft de schildklier een belangrijke taak. De schildklier produceert schildklierhormoon dat belangrijk is voor de groei en energiehuishouding van het lichaam. De productie van schildklierhormoon wordt gestimuleerd door een ander hormoon, het zogenaamde schildklierstimulerend hormoon ook wel bekend als thyroid stimulating hormoon. TSH. TSH wordt afgescheiden door de hypofyse, een kleine hormoonklier onder de hersenen. De schildklier heeft jodium nodig uit voeding om schildklierhormoon te kunnen produceren. Er zijn eigenlijk twee soorten schildklierhormoon die geproduceerd worden door de schildklier. Thyroxine, ook wel T4 genoemd en triodothyronine ook wel aangeduid als T3. De nummers 3 en 4 in de naam geven het aantal jodiumatomen aan in het schildklierhormoon. T4 is inactief en wordt in het lichaam omgezet in het actieve schildklierhormoon T3. Schildklierhormoon wordt door het bloed getransporteerd en wordt in de weefsels van het lichaam opgenomen waar het zijn werk doet. Schildklierhormoon speelt een belangrijke rol bij alle processen in het lichaam en in het bijzonder bij de groei, ontwikkeling en energiehuishouding. Een tekort aan schildklierhormoon leidt tot vertraging van die processen, terwijl te veel schildklierhormoon juist kan leiden tot een niet ongevaarlijke versnelling van lichaamsprocessen. In een andere animatie vertellen we je meer over de verschillende schildklierproblemen en bijbehorende behandelmogelijkheden.